Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom hier in Galerie Pictura. Gezellig dat je er allemaal bent. Het is dit weekend al de tweede opening die ik doe. Gisteren was ik in Coevorden in Museum Tuinhof. Daar was ik ook met een zestal kunstenaars naartoe. En die daar exposeren. En daar was ik dus gastcurator, zoals het mooi heet. En nu vandaag mag ik hier in mijn galerie iemand introduceren die voordat hij in 2010 voor de PvdA naar de Tweede Kamer ging, was hij consultant, kunstverzamelaar en galeriehouder. Na zijn vertrek uit de politiek en zijn afscheid van de PvdA in 2017 keerde hij terug in de gewone wereld. Ik begrijp dat dit uit jouw interview is met de Elsevier. En dat ik even dacht van terug in de gewone wereld vond ik wel heel typerend. En wat doe je dan? Een paar jaar nadenken met wachtgeld, dat was niets voor hem. Naar eigen zeggen een Rotterdammer en een Calvinist. En zodoende wordt hij gedreven door een sterk ontwikkeld plichtbesef en arbeidsregels. Hij had gehoord dat je de eerste 3 maanden niets moest doen. Dus dat had hij zich natuurlijk ook voorgenomen. Enfin, 2 weken later. Hij vond wel dat die periode was afgesloten. De combinatie van consultantie en kunst begon weer te kriebelen. Hij houdt van de vrijheid die het leven biedt. En van de kunst. Hij pakte zijn oude werk weer op. Hij is partner van het adviesbureau Republic, kunsthandelaar en adviseur voor kunstverzamelaars. Hij woonde ooit in Moskou en Kiev en reisde daardoor door het enorme land. Bezocht de galeries en kwam hij kunstenaars thuis. Inmiddels woont hij in Sneek, heeft een galerie in Amsterdam en Brussel. Ik moet nog elke keer weer vragen, hoe doet hij dat? Ik heb gelukkig hier heerlijk een huis. En hij moet in Sneek, heeft hij zijn woning, vrouw en kinderen, in Amsterdam een galerie en in Brussel. Maar ja, goed, hij mag het zelf vertellen, dames en heren. Tweede Kamerlid, Jacques Monas. Dankjewel, Roel. Dank voor deze inleiding. Ik vroeg me inderdaad vandaag ook wel af, van, worden het niet wat veel kilometers dit weekend? Maar toen Roel mij vroeg, was dat, en ik ben ook gelukkig ook door de politiek, en ik vind het erg leuk dat mijn oude collega Mia Roes aanwezig is. Ik zeg altijd, zijn de 2 mooiste provincies in Nederland zijn Friesland en Limburg. En dan mag u zeggen Limburg, dan mag ik zeggen Friesland. Maar dat meen ik oprecht. Het zijn wat mij betreft echt de 2 parels van ons land. Dus het is alleen maar genoeg, niet alleen om hier bij Galerie Pictura te zijn, maar ook weer een mooie Limburg. Ik zei dat ik deed de auto open na vele kilometers en het gevoel dat de zomer hier weer opnieuw begonnen was. En daar blijven we naar verlangen. Ik heb Roel leren kennen bij de First Art Fair. Of eigenlijk heb ik vooral Litta en de stand van Roel leren kennen op de First Art Fair. Want ik weet niet of u daar geweest bent, maar als je daar binnenkwam, dan was er 1 stand waar je niet omheen kon. En dat, ik kan niet om Roel heen, maar ik kan zeker niet om zijn stand heen. Want ik was net weer begonnen en ik ging die roltrap op. En er was daar 1 grote zwarte wand vol met kunstwerk, schilderijen. En dat was de wand van Roel. Dus of je hem nou wilde leren kennen of niet wilde leren kennen, dat was zelf zo. En nogmaals, ik wist niet dat dat Roel was. Ik zei, ik weet niet van wie dit is, maar deze man die weet hoe het moet en die weet hoe hij moet uitpakken. Dus complimenten daarvoor. Het is ook, ik heb ook natuurlijk ook even mijn huiswerk gedaan, zodat jij een klein beetje mijn cv gelicht hebt. Hij vroeg mij van, nou, hoe lang mag ik praten? Hè? 3-4 minuten. Hij zei, nou ja, als het maar niet langer wordt dan een half uur voor een politicus, is dat wel lang genoeg. Toen ging ik op de video kijken die op zijn website staat. Toen dacht ik bij mezelf van, wie is hier nou de politicus? 17 minuten. Ja, dat is misschien een stille hint als je toch misschien nog eens keer wat wil doen naast de galerieën. Er zijn die vele vertegenwoordigers ook van meerdere politieke partijen. Dus wie weet. Ik ben zelf ook in de Tweede Kamer woordvoerder cultuur geweest. Dan blijft het ook nog echt leuk, het Tweede Kamerlidmaatschap. Dus ik ben als geen ander, los van mijn eigen ervaring met kunst, van overtuigd van het belang is van kunst in de samenleving. Om mooie tentoonstellingen te hebben, om mooie werken aan te bieden. Dus dat is alleen al even los van de kwaliteit die hier hangt. Ben ik gewoon heel blij dat u allemaal bent gekomen en ik hoop dat u dat voort blijft zeggen. En als ik dan toch nog iets als oud politicus daarin mag meegeven, in welke politieke partij u dan ook zit, laten we met elkaar eraan werken dat het DNA in Nederland weer echt een cultuur-DNA wordt. Dat we gewoon daar altijd voor gaan staan.
cultuur is heel makkelijk te beschimpen, maar het moet juist verdedigd worden. Alles van wat waarde is, is weerloos. En het is juist om aan mensen als ons om die weerloosheid te verdedigen en ervoor voor op te komen. Dus dat over een pleidooi, nu ik hier toch mag zijn. Ik ben daarnaast ook nog een groot liefhebber van realisme. Ik zou het bijna, ik mag het eigenlijk niet zeggen, ik moet hier op een opening of een galerie, een schilderij, een beetje je chic taalgebruik bezig. Maar breekt u mij de bek niet open over conceptuele kunst. Dus ik ben ook heel erg, dat doen we vanmiddag maar even niet. Dus ik ben ook heel erg blij dat ik vandaag hier in een tentoonstelling ben rond realisme. Dat is ook het realisme, het sociaal realisme in Rusland wat mij gegrepen heeft. En waardoor ik al die tochten heb gemaakt door de voormalige Sovjet-Unie. En als ik dan hier zie van een totaal ander realisme, wat het schitterende werken hier hangen, ik kom er zo nog wel even op terug. En voor mij, dat wordt vaak gevraagd van wat is nou, wat vind je nou zo mooi aan kunst? Waarom is het zo belangrijk? En daar zult u misschien allemaal uw eigen definitie of uw eigen verklaring voor hebben. Maar voor mij zijn er eigenlijk, en het is bij me rond dat ik een beetje poëtisch word, maar in Limburg mag dat. Ik zou moet daar niet aankomen, maar dan moet je gewoon beide benen op de grond blijven staan. Voor mij is het toch echt van een werk wordt je te treffen om twee redenen. Ik denk dat het moet een spiegel van je ziel zijn. Dat is voor mij het eerste. En het tweede, en dat is misschien dan toch weer de politicus in, maar het moet ook een soort een raam op de wereld zijn. Als ik naar zo'n schitterend werk, als het zeegezicht kijk, dan denk ik ook verder dan alleen maar die zee, maar ook wat er met die zee gebeurt. Maar het eerste wat er gebeurt is dat bij dat water willen zijn, daarin willen opgaan. En vervolgens ook verder te denken, wat gebeurt er eigenlijk met onze zeeën? Kunnen we zo mooi naar die zeeën blijven kijken met elkaar en er zo van genieten? Dat is voor mij in ieder geval persoonlijk wat een kunstwerk doet. En dan hangt het helemaal van je eigen emotie af of het je raakt of niet raakt. Maar zo kijk ik zelf altijd naar kunst. Meestal doe ik alles uit mijn hoofd, maar ik heb een paar dingen opgeschreven. Er is één ding, als je opschrijft en je wordt wat ouder, dus terwijl je het opschrijft heb je een bril op, maar dan ben je te ijdel om te gaan staan. Dus het is net alsof ik het allemaal kan, wat hier staat. En dat is ook, en zo kom ik bij de schilderijen, dat is wat mij zo ontzettend aanspreekt in al deze werk. Ik heb ze al gelukkig kunnen bekijken en we hebben er ook samen over gesproken toen zowaar helemaal naar Sneek is geweest, dus alleen daarom moest ik natuurlijk ook deze kant opkomen. Wat mij zo treft in al deze werken, of het nou zeegezichten zijn of landschappen, van dieren naar mensen toe, uitgebeeld, ook in schitterende beelden. Ik weet nog wel, toen ik net begon, spreek me even rechtstreeks naar Romeo Canis, omdat we elkaar eerder hebben getroffen toen ik jaren geleden een keer stond, dat er gevochten werd om René Canis in een galerie te hebben. Dus het is wel een eer om het hier te treffen en elkaar hier te treffen, maar het hier ook zo prachtig staat uitgestapt. Ik wilde niet het risico lopen om één kunstenaar over te slaan. Dus ik wil. Dat is heel moeilijk. Dus dat heb ik wel opgeschreven. Dus ik wil Alexander Smit, André Sitsko, Pieter Selvert, Dick van der Meerde, Gerlos Mikalajos, Nico van der Heerde, Paul Wiegers en Wout. Kijk, daar moet ik eventjes. Wachtmeester. En René de Jong en René Canis ontzettend complimenteren met schitterende werken die ze hier hebben hangen. Het is voor mij alleen al een genot geweest om nu hier naartoe te rijden en nu ook als die speech voorbij is en nog meer van kunnen genieten, want er is die speech voorbij. Ik hoop echt dat mocht u het in uw vermogen hebben, dat u die kunstenaars wilt steunen, kunst steunen of in ieder geval het andere oproepen om hier naartoe te komen, dan wel via sociale media, dan wel in uw eigen contacten. Ik denk dat Roel hier een fantastische expositie heeft neergezet en ik wens je er heel veel succes mee en ik hoop dat we nog jarenlang collega's kunnen blijven. Dat laatste komt waar ik de mooiste op heb. Nou, ik heb begrepen dat ze in Amsterdam gaan. Ja. Hij woont in Sneek, dus ik begrijp niet wat hij daarmee doet in Amsterdam. Die gaan op mijn tafel, de galerie staan. Ik kan erbij zeggen dat ze van galerie in Pectuur gaan. Oh ja. Even nog een polletje. Ja. Ja, hartstikke bedankt. Fantastisch dat jullie het willen doen. Ja. En inderdaad, wat je zelf zegt, ik geloof dat het goed komt. Oké. Dank u wel.